Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik de duim moet leggen, dus een hele aparte. Maar oké, beeld jezelf in. Je hebt Fortnite, een heel goed spel. En dan heb je een slap aftreksel, dat we maar even fake Fortnite noemen. Vandaag spelen we dus een slappe aftreksel. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Laten we even kijken in hoeverre dit is tegelijk staan met Fortnite. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, jongens. Wauw. Oh, die zijn wel echt heel heet, ja. Godverdamme. Oké. Heel mooi, heel mooi. Ja, we snappen het al. Hij is pro, hij heeft skins. Boeien. Hey, bam. Oké, dit is fake Fortnite, jongens. Daar gaan we dan. Is dit 100% beter dan Fortnite? Dacht het even niet. We springen gewoon meteen. We gaan voor de hol erop. Geen idee waar de cirkel en alles is. Boeien. We gaan gewoon daar op die berg landen. We lopen een huisje mooi binnen. En dan gaan we voor de loot en maken we kills. En worden we hopelijk eerste. Dan ben ik wel stiekem benieuwd of mijn Fortnite skills van toepassing zijn. Yo, ik ga daar landen, man. Dat zijn twee kissies. Oh, shit, man. That's a lot of kissies. Godverdomme. Are you kidding me? Are you kidding me? Dan moet ik meteen omhoog bouwen. Met al mijn skills. Pak dat, pak dat. Yes, dit looten gaat zo soepel. Dit is zo soepel. Hoppa. Yo. Geen idee wat het allemaal is. En dat maakt niet uit. Oh, ik heb een bommenwerper. Een nade launcher. Wat is dat? Een scope TR? Oh, very nice. Oh, de loot. Cannot wall shield. Oh, wat? Bestaat er zoiets als shield? Tuurlijk, het is een Fortnite rip-off. Dit is letterlijk van, hey, mag ik je huiswerk even overnemen? En dan van, ja, sure man, maar laat het niet eruit zien alsof je het overgenomen, weet je wel. Gewoon bang bang. En dan wat doen ze? Ze maken het gewoon kut, maar wel in principe hetzelfde. Ja, maar wat zijn die gekke beertjes dan? Oh. Een brickmodule. Wat de fuck is een brickmodule? Nou, boeien. Heb je nog een kistje zelfs, hè? Nog een kistje. Hoeveel... Je krijgt gewoon een blok. Je krijgt gewoon een blokkie. Je krijgt geen hout of steen. Je krijgt gewoon een blokkie. Oh, damn, though. Damn. Oh, het is een blauwe? Holy shit, meteen inruilen die dingen. Oh, nee. Daar gaat mijn blauwe. Chill. Ik vind het echt verbazingwekkend dat er nog 98 leven. Hoe dan? Oh, what the fuck. Je hebt een workshop. Springboard. Produce. Ja, ja. Geen idee wat het is. Geen flauw idee. Ik kan nu F6 doen en dan gebeurt er iets. Oh, dude, ik kan een launchpad plaatsen of zo. Kom maar, komt u maar, komt u maar. Niet snipen, please. Oh. Over snipen gesproken, mannen. Getver. Hey, hoe kunnen we verbeteren ten opzichte van dat super populaire spelletje wat iedereen speelt? I know the answer. Laten we een extra weapon slot erin doen. Hoe kom ik hier weg? Dit is een saaie plek. Oh, ik weet al. Wat is dit de bedoeling? Hoppa! Het werkt. Het werkt. Wow! Oh, zijn hier ook nog vijanden? Of hoe zit dit? Hey, wow, we zijn opeens een sneeuwgebied uit en het is heel anders. Oh, nee. Ik heb een theedoek. Nee, ik bedoel, ik heb een rocket launcher. Oh. Ja hoor. Zit een zieke grap, jongens. Ik heb echt meteen eerste potje allerbeste wapens die er zijn. Ah, dat is mooi spul. Ah, dan heb je weer zo'n berending. Oh, wat is dat? Een paarse sniper? Hey, beertje, what up? Oh, hier kan ik dus weer die launchpads mee craften. Ah, oh, interessant, man. Op zich, ik ben legit een beetje geïnteresseerd. Van, oh ja, interessant. Oh ja, ja. Oeh, I don't know. Bam! Headshot, got him. Oh, dude, you got f***ed, man. You got f***ed in the eye. Oh, dude, je bent gerekt. Easy. Fortnite Pro speelt even dit gekke fake Fortnite. Tuurlijk maakt hij een dikke headshot. En dan heeft hij dus een kistje gedropt. Aha, oh. Het gaat al open. Merkwaardig dit weer. Wat is een magic box? Oké, we gaan dat even uitvogelen. Laten we onszelf inbouwen. Dan doen we die gekke workshop. Maken we sowieso nog even een springboordje. Maar wat doet dat ding? Ik weet ook niet wat een kookpropeller is, hoor. Ik zit hier maar een beetje gek te doen. Ja, zolang ik niet weet wat een magic box kan. Oh, cannot use what shield is for. Oh, het zorgt voor shield. Nou, er zijn er nog 56 over. Ik heb 1 kill. Wat is de rest van de wereld? Ik moet zeggen, de game is wel echt super mooi. Ik ben echt hyped voor de full release, jongens. We kijken hoe dat water daar zo 2 verschillende kleuren heeft. Dat is toch geweldig. Wauw. Fake Fortnite. Altijd al een keer willen spelen. Maar ja, ik heb wel een mooi theedoekje om mijn kont. Een plasma SMG, for real. Wat is deze game? Deze game is zo gek. Het heeft echt letterlijk bijna alles van Fortnite. Alleen je kan een ramp omlaag bouwen. Je kan niet editen, volgens mij. En je kan alles creatief vernietigen. Je hebt echt oversized deuren. Een huis waar je dus niet in kan. Maar je kunt wel slopen. Je hebt alle mooie kleurtjes. En ik moet zeggen, de embleempjes lijken... Niet allemaal, maar sommige lijken best wel veel op die van Fortnite. Vooral, laten we zeggen, de sniper. Die lijkt er, nou, misschien een klein beetje te veel op. Oh wel. Oh, maar een cadeautje.
Geel shirt. Ja, die andere was mooier. Ja, Bali, ben ik nog kwijt. Allee, laten we deze stad maar ingaan. Zo, nou gaat iedereen opeens snel dood, joh. Zijn nog maar 20. Je staan zelfs nog kistjes, joh. What the fuck? Ben ik op de toerist? Oh. Zou die dat door hebben gehad? We gaan hem aanvallen, jongens. Ik heb een target acquired. Oké, we gaan hier het dak op. Oh, die headshot. Bam, 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 bam. Holy shit. Get wrecked, mate. Yes, kill nummer 2. Zo. Dit is wel echt een lastige game. Ja, hij heeft gravity op zijn muurtje. Daar wil ik ook. Hoe kom je daar aan? Oh, by the way, ik word niet gesponsord door deze game of zo. Ik zit gewoon in pure kutteren. Oh, blauw trainingspakkie. Ja, 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 ja. Dat is wel een gek hockey. Oh, daar loopt ook echt iemand bij. Oh, 3 kills. Zo, ik ben echt goed. Holy shit, niet normaal. Dat was echt niet normaal voor mij. Ik overtref mezelf gewoon weer, hè. Gewoon weer. Keer op keer. Kijk even hoe ik die kills maak, joh. Ook. Pro kills. Als ik dit zou spelen, ik zeg het jullie alvast, top 10. Top 10 van Europa, 100% zeker. Het is echt gewoon een mix van Realm Royale, Fortnite en I don't know. PUBG misschien nog een beetje. Maar nauwelijks, heel erg nauwelijks. Misschien een snufje PUBG. Ja, dat is een airdroppie hoor. Nou wordt het intens denk ik. Nu zullen hier wel een man of 5 tevoorschijn komen. Of helemaal nieuw. Yo. Waarom heeft zij roze Rams? Of hij, zij, het, dat ding, hè? Yo, nee, dit zijn pro-rams, jongens, dat kan ik zien. Ze zijn overal gebouwd. Ze zijn overal gebouwd, die dingen. Zo. Kijk, er zijn al een paar goede hits. En 4 kills. Doei. Oh, daar zit nog iemand. 5 kills. En... dat zal toch niet, hè? Dat zal toch niet. Reload, 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 reload. Kom op. Oh, dit is te prachtig. Dit is prachtig. Ik ben helemaal in mijn element, jongens. Helemaal. Daar zit hij, hoor. Dus schaf uit. Oh, kijk, mijn bouwen, joh. Zo, voel je even geïntimideerd of niet dan? Kijk, ja hoor! Oh, genieten, genieten. 6 kills al. Dude, die AR is echt overpowered as f**k, man. Die scoped AR, ik zweer, dat ding hoort niet in de game te zijn in deze staat. Je hebt gewoon een semi-auto sniper, joh. Doe normaal. Ze proberen het geen eens meer te verbergen. Het is letterlijk zo van... ja. Ja, we zijn de Fortnite clone. Boeien. Hey, boeien. Is wel lastig om te vinden. Oh, dude, er is er nog maar 1. Oh. Ik zie hem. Ik zie hem ook gewoon. Hij zit daar helemaal achter. Hij is gelaunchpad. Oh nee, hij is niet gelaunchpad. Hoe is de bullet drop in deze game? Volgens mij moet ik echt een stuk hoger aimen. Hey, ik weet niet wat jullie denken, maar... oh, maar deze heeft geen bullet drop. Oh. Nee, dit is zo oneerlijk. Dit is echt oneerlijk. Dit is zo treurig ook. Zie je hem even die Fortnite tactics spoelen zo van... ja, wacht maar, daar schiet hij. En dan knal ik hem zo kapot. Kookpropeller, zal wel... hold up, was dat een raket? Dat gaan we even nog een keer proberen. Produceren een kookpropellertje. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Hij is een beetje bang te maken. Een beetje intimideren. Weet je waarom? Kookpropeller! Mee! Can't control. Oh, dat is wel jammer. Dat is wel een klein beetje pittig. Zal ik gewoon even de pro kill maken? Komt hij dan, hè? De pro kill. Launchpad. Oh, nee, nee, nee. Boost. Boost. Laat me gaan. Laat me gaan. Hij kan me raken. Dit is te makkelijk voor hem. Ik wil er gewoon er volledig in duiken. Gaan voor de shotgun battle. Maar laten we maar gewoon eindigen. Dit heeft lang genoeg geduurd. Get him out of his misery, man. En dat was het einde van onze makker. Hey, makker. Het is wel mooi geweest, hè. Bedankt voor het spelen.
Wauw, jongens. Wow, legit, als ik meer mensen tegen was gekomen, had ik waarschijnlijk 300 kills. Oké, bedankt voor het kijken naar Fake Fortnite. Willen jullie vaker Fake Fortnite? Laat het dan zeker even weten. Hoe kunnen ze dit gewoon uitbrengen? Hoe?